Ik ben dus in huis, net buiten Tomioka, zone 2 in Fukushima. In een huis wat helemaal... Komt Gilles of is het iemand anders? Ik denk het Gilles. Ik schrik me helemaal wild. We zitten in een huis, is Linda. En daar horen we geluid bij die deur. Ja, dat is aan de andere kant. Buiten. Dit is een huis wat dus na de evacuatie is dus verlaten. Het is leeg. En ik moest echt nodig plassen. Dus en hier is de badkamer. Vaspinnen hebben en zo. En maar heel mooi. En er was ook nog een wc. Daar. En daar heb ik dus net... Het voelt een beetje als illegaal plassen. Pas op. Wat? Je hebt een spin in je haar. Oh nee. Zit hij in? Oh god, ik ben dus heel bang voor spinnen. En ik heb te veel haar. Hier zit hij. Oh. Ja, spinnenweb. Het is gewoon best wel spannend om ergens te komen. Waar mensen weg moesten. Voor de radioactieve straling natuurlijk naar die kernramp. En... Ja, Gilles. Ik word er een beetje zenuwachtig en ongemakkelijk van om dan in zo'n huis te komen. Want het is dus verlaten, er staan bijna geen spullen meer. En het is toch een beetje oneervol, omdat het het val van iemand is. Iemand die er niet meer terug kan komen, maar ja, nou goed. Dit was het dus, het was heel spannend. Tot later.